Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ruidingscafé. Ik heb net een gig gedaan voor 900 mensen. En verder ben ik liedjes aan het oefenen, zoals ik had gezegd. Dat ik zou doen. Maar niet te filmen, dit kon ik niet even laten zitten. We hebben de shirts duurder gemaakt, bam, 25 kop. Maar, zoals je ziet, het liedje Today is Red heeft plus 1 populariteit. En dat betekent dat wij een hit te pakken hebben. En dat is mooi, want hits heb je niet altijd, is compleet random. Dit is ook niet het beste nummer die we hebben. Maar een hit is een hit, is fantastisch. En dat is ook gelijk 5 smileys, vonden ze fantastisch. De rest was gewoon goed, 87% enjoyment geloof ik. Maar een hit en winst, en winst is goed. Dus, verder hebben we ook nieuws van onze agent. En die agent die heeft gezegd, hartstikke leuk, ik heb een recordingcontract wel gevonden, maar we moeten nog even kijken wat we daarmee kunnen doen qua deals, zeg maar. In het kader van hoeveel geld er komt opleveren. Dus ik ben niet de beste manager, dus het zal niet heel veel zijn, maar alles is winst. Nou, dan even kijken naar de nummers. We hebben dus Today is Red, is op de 100, dat is mooi. Have You Ever For Me komt er wel aan, zeg maar. Ik oefen eigenlijk 4 nummers per dag. De rest is hopen dat we dat in onze concerten gebruiken. Totdat de manager weer terugbelt, ben ik ook gewoon alleen aan het oefenen. Het geld verdienen is op zich wel wenselijk, maar het zou zomaar snel kunnen gaan. Nou, vandaag is dus blijkbaar Spitcoach jarig. Dat is oprecht niet op 9 april, maar dat is prima. Nou, dat is jammer. Hij zei, ik heb mensen gevonden die willen. En dan, nu ben je er bijna, heb je een potentiële hit. En dan krijg je dit gezeik, maar oké. Nog geen liedjes, cd-contract is te bestellen. Maar we hebben in ieder geval een potentiële hit. Ik ben in mijn eigen carrière, ben ik al oktober, november denk ik. Maar nog geen hit. Dus dit is pure winst. Pure winst. Dus, en dan weer kijken bij Pearl. Pearl is onze lyric schrijver, dus geniet ervan. Meer punten, hartstikke mooi. Ik had Colin, die is dus onze producer. Is nog niet goed genoeg eigenlijk, maar in principe, in theorie is het in ieder geval prima. Spitcoat moet ook nog even beter zijn best doen. Repair, dat gaat vanzelf. Voor de rest gaat het niet veel, maar oké. Okay. En ook ik moet nog iets beter mijn best doen. Maar goed, ik wou jullie vooral niet onthouden dat wij een potentiële hit hebben. Bam, populariteit plus 1. Hartstikke mooi. Heeft ook wel te maken met het feit dat wij 2 attitudes hebben in dat nummer die dan belangrijk zijn. Have You Ever For Me hebben we nog niet gespeeld, maar is in potentie ook nog een nummer die dat kan gaan doen. De rest van de video zien we later, want dat grinden dat doe ik wel even alleen. Goed, daar zijn we weer. Vandaag hebben wij een gig in een andere stad. Ik heb al een kleine voorstelling gegeven in de regio. En wat ik eigenlijk vergat, wat niet onwenselijk is, is dat wij een tour kunnen doen. Het goede van een tour is dat je dan in je regio iets meer aantrekkelijk wordt voor mensen.
En dat is dan weer gunstig voor een eventuele cd-contract. Dus waarom zou ik het niet doen? Hè? Niks mis mee. Dus wat we gaan doen is, een toename verzinnen. Nou, dat is natuurlijk weer allemaal fantastisch. Want dan moet ik weer inspiratie hebben. En ja, dat moet je ook maar doen. Dus een leuke toernaam is ja, heel moeilijk. Dus wat we gewoon gaan doen is een leuke toernaam. Nou, originele had wel haast niet gekund. Nou, we hebben nog wat gigs staan. Dus we beginnen op zondag 7 mei. We eindigen op 27 mei, is 3 weken. Dan kun je op zich best wat gigs doen. Assign task en hij gaat bezoeken, er niet in het eind van. Hopelijk kunnen we daarna dan een cd opnemen. Ik hoop dat we daar dan ook genoeg goede nummers voor hebben. Dat is altijd even afwachten natuurlijk. Maar goed, wij gaan vandaag naar een andere stad en we gaan om precies te zijn naar Fort Smith. Hartstikke mooi, bam, hoppatee. En ik weet niet hoe groot daar het concertgebouwlocatie is. Ik hoop niet al te groot. Hoe groter, hoe moeilijker om mensen te pleasen. En zo goed zijn we nog niet. We hebben ook nog geen geld verdiend om beter equipment en zo te kopen. Dus feitelijk moet het niet al te groot zijn. 550 is al een risico. Hopelijk kunnen we dan 9 nummers doen. Helaas, we mogen maar 6. Dus, we hebben 2 liedjes zijn groen. Dus dat is Have You Ever For Me and Today Is Red. Gaan we even kijken. Excuseer, bam. Met 6 nummers kun je op zich wel 2 rode, dan doe je daarna doe je een gele, dan doe je een rode, dan doe je nog een gele. Heel veel goede gele hebben we niet en dat nummer heeft een negatieve attitude, dus dat is ook niet handig. Dus daar gaan we spijtig genoeg toch nog een keer voor vuller 2 denk ik. Ja. Meneer de president, wel rustig kan in theorie wel zijn, waarschijnlijk geen fan van. Maar goed, laten we eerlijk zijn, het is een kleine gig en het hoeft allemaal niet zo spannend. De interesse bij Today Is Road is in ieder geval fantastisch. Heb je eigenlijk voor mij wel goed, maar dat ging niet zo hard omhoog. 61% audience interest is voor een vrij grote capacity met maar 6 nummers, niet heel vervelend. Wederom plus 1 populariteit op ons nummer, dat is hartstikke mooi, daar waren ze ook echt wel fan van. Have You Ever For Me waren ze ook wel fan van, dus dat is goed nieuws. En Mr. President Goodnight, ondanks dat we die nog niet bijzonder heel veel geoefend hebben, had ook alleszins slechter gekund. We zien wel dat Pitcoat een van zijn instrumenten niet meer heeft. Dat is jammer, dat kost weer allemaal geld. Gaan we naar Memphis, dan hebben we daar ook nog een gig. Hij is nu aan het zoeken naar tour gigs, dat is mooi. Dan gaan we eens even zien wat dat voor ons gaat brengen. Bam! We hebben een gig, hartstikke mooi. Daar hebben we nu een belletje van onze manager. 18 gigs, dat is mooi. Daar kunnen we wat mee. Die gigs, dat is dan de hele week. Dus dat is 350, 400, 70, dat is dan jammer. 300, dus dat is wel lekker op zich. Daar kunnen we wat mee. Sydney is beter geworden dan dat ze was, dus dat gaat in de muziek schrijven. Hartstikke idee, hartstikke mooi. Nou, dan moeten we hier even een klein rondje rijden om te kijken waar we wat kunnen kopen dat Spitcoat ook weer mee kan doen. Dat is hier. Bijna de bus weer benappeld, doe je niks aan.
Spitcoat, die heeft nodig drumsticks, cymbals, drumheads dan inderdaad. Nou, die zijn gelukkig niet bijzonder prijzig. Ze zijn allemaal niet heel goed, allemaal plus 1 of plus 2 playing. Dan gaan we voor de plus 2 playing. Geniet ervan, maar je had er gelukkig zelf nog geld voor, dat is mooi. Zijn cymbals die gaan ook wel iets wat achteruit. Dat is of een verdacht dure grap, of je kan er niks mee. Daar gaan we voor een gegeven moment niks mee kan. Dan heeft hij in ieder geval nog wat. En dan gaan we even naar onze gig toe rijden. Dan gaan we die nog even doen en dan ga ik daarna helaas werken. En dan hoop ik dat ik vanavond dat ik thuis kom heb onthouden wat ik nu allemaal gezegd heb. Zou super fijn zijn. The Terrible Birthday. Nou, dat is ook weer. Dat is een kroeg of een bar waar dan verder toch met zo'n naam niemand komt. 650 capacity, dat is ook weer hoog genoeg. We mogen weer maar 6 nummers, maar het goede nieuws is dat Today is Red heeft natuurlijk populariteit. Had volgens mij dan 2 moeten zijn, maar dat zal bij mij weer. Misschien is dat nog gebaseerd op de stad waar je bent, op de regio waar je bent. Dus in totaal 2 is hier 1, ik heb geen idee. Maar we gaan naar 10%, we gaan naar 15%. Bam! 42, 43, hartstikke mooi. Zelfs meneer de president heeft nog iets wat interest. Die zullen we daar gewoon blijven oefenen. Extreem blij waren ze ermee, dat is goed nieuws. Vandaag is rood, wederom plus 1. Set-analyse, bam! Hartstikke lekker. Zou je toch kunnen stellen, is absoluut niks mis mee naar wij dachten. Dus dan gaan we eerst weer naar huis, hartstikke mooi. Autosave, ook hartstikke mooi. Fantastisch. Kijk, in een ideaal scenario zou je dan nog het fortuin hebben dat iedereen ook even upgrade op. Ik wil nog wat nummers schrijven, maar dat mocht niet zo zijn. Je gaat nog even op de weg naar huis iets maaien. Levert ook wel maar geld op. Allemaal geld had ik wel tegen hoor, $350, maar het is meer dan niks. En meer dan x is in principe hartstikke fijn natuurlijk. Ja, goed. Bam. Voor komend weekend hebben we weer 2 gigs. Kan zomaar zijn dat we dat opnemen. Kan ook zomaar zijn dat we aan de tour gaan beginnen deze aflevering. Waarom doe jij niet wat ik wil? Bedankt. Ik heb redelijk recent ontdekt dat je vrij veel met sneltoetsen kan doen. Maar dan moet je wel de capaciteit hebben. Om te onthouden welke knop je allemaal in moet drukken. Dat blijkt lastiger dan dat je denkt dat het is. Nou, Mr. President zou nu naar de 100 moeten kunnen. Fairly Old Fishes ook. Eigenlijk is dat zonde om nu te trainen, want dat is toch een kutnummer. Of een ondergewaardeerd nummer, of hoe je het noemen wil. Alles onder de max kan weer omhoog. Laatste plaats gaat het weer gewoon terug naar 100. Mr. President, zoals je ziet, is niet eens het moeilijkste nummer, maar we krijgen hem maar op 92, omdat wij gewoon vrij treurig zijn in onze playing capaciteiten. Dat komt vanzelf, kijk, Colin met een upgrade, hartstikke mooi. Dat kan weer in production. Dan moet hij daarna toch op de playing of de muziek of lyrics omhoog. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Maar goed, dit zijn allemaal dus wel sets waar je wat mee kan. De I'm Weird Unlimited Edition is wel iets beter dan Further 2, dus die moeten we eigenlijk wel even naar de top krijgen. Battle at Farpoint is al slechter dan onze andere 2 medium nummers, dus dat is alleen nuttig om te upgraden voor als je 9 of 12 liedjes doet. Bij 9 liedjes heb ik meestal volgens mij 3 medium nummers erin staan. Maar goed, dat is allemaal voor later. Goed, daar zijn we weer. Vandaag is weer een Triple Experience dag. En ik weet niet of ik de vorige keer de tip al gegeven heb. Maar ik heb zelf in ieder geval een nieuwe tactiek op Triple Experience dag. Al
allereerst natuurlijk zorgen dat je nog dingen te repareren hebt. Dat is niet onwenselijk. Zijn muziek schrijven kan omhoog, dat is hartstikke mooi. Bam. Ik dacht ook al die attitudes veranderd te hebben, maar misschien niet. You never know. Het is eigenlijk ook alleen belangrijk voor de lyrics schrijven. Maar goed, wat je moet doen op de Triple Experience dag is zoveel mogelijk. Dus, wat gaan we doen? We gaan naar de garage. Die zit mooi dichtbij, dat is fijn. We hebben dus al dingen gerepareerd. Ook winst. En als laatste kun je jezelf afvragen wat levert de meeste experience op. Nou, in principe kunnen dat twee dingen zijn. Nou, dat kunnen we wel. Dat is vandaag en morgen, in de hoop dat ze allebei nog moeten. Levert dat dus extra inkomsten op, want dat betekent inkomsten toch zou je hopen voor de landscaping en inkomsten voor het feit dat je de twee gedaan hebt. Zou winst zijn. Maar hetgeen het meeste experience oplevert, behalve precies doekoes, behalve optredens geven, is het opnemen van nummers. En wij hebben nog geen cd-contract, maar dat betekent niet dat wij geen nummers op kunnen nemen. Dus, omdat wij een hit hebben, of lijken te hebben, gaan wij vandaag opnemen Vandaag is Rood. Onze eigen producer heeft best wel skills. Dus dat hoeft niet eens zo duur te zijn. En Albert Studio is sowieso niet de duurste studio die er is. Op het eerste contract is over het algemeen 40% goed genoeg. De max die we kunnen is 71. Het liefst zou ik hem naar de 100 doen, maar dat kan dus nog niet. Ik hoop dat dat ooit nog gaat gebeuren als wij beter worden. En anders hoop, dan moeten we misschien nog naar een betere studio. Dat zou kunnen. Misschien kunnen we dat sowieso even bekijken. Hoe langer je opneemt, hoe meer experience uiteraard. Dus als je in 23 uur op de 100 kan krijgen is winst. Kijk, deze is in ieder geval al iets duurder. Dat is al veelbelovend. Deze kan naar de 80, dat is het ook net niet. Is nog steeds wel 23 uur, maar goed, we hebben nog drie recording studio's over. Gaan ze niet allemaal af, er zal toch een moment komen dat ik denk, nou, laat maar gaan. Deze is nog duurder, als het hier niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Dan is de vraag, hebben we er nog geld voor? Nou, we kunnen naar de 100, dat kost dan bijna al ons geld, maar ik vind het helemaal prima. ...10.000 experience per persoon, 2 level-ups, Pearl uiteraard niet, dat is jammer. Hij kan dan ook gelijk zijn productie weer verhogen. Hij is ook gewoon 2 levels gestegen. Dat is helemaal mooi natuurlijk. En Sydney is gestegen. En Sydney die zou dan in principe muziek schrijven kunnen doen. Daar zouden we dan betere nummers van kunnen krijgen. Dus. Pearl die is wel bijna redelijk geïnspireerd. Dat is fijn. Dus in principe met een beetje kleding kopen zou je er komen. Het enige nadeel is dat zij al gewoon goede kleding heeft. Dus dat is jammer.
Er is vanavond nog een concert, dus daar kunnen we wel gewoon even naartoe straks. Maar goed, als je een liedje opneemt, dan ga je ook een dag verder. Wat dus betekent dat wij weer wat werk kunnen doen. We hadden afgelopen weekend 2 concerten, daarbij hadden wij slechte road conditions onderweg naar Tulsa. Dus de bus is niet meer helemaal fit, maar daar gaan we geen geld aan uitgeven. Dus wij hebben 250 verdiend gisteren en 250 vandaag voor het gras maaien. En daar komt dan nu bij 400 voor het feit dat wij het werk hebben geleverd. Nou, pure winst. Dan hebben we ook nog, daar had ik een ding naartoe gedaan, maar dat blijkt dan weer niet zo te zijn. Dat is jammer. Yes. Een concert die we kunnen gaan kijken. Hopelijk is dat een beetje een groot concertgebouw. Dan kan Pearl nog geïnspireerd raken. Dan zouden we zelfs nog een liedje kunnen gaan schrijven. Ziet er wel uit als een groot concertgebouw, dus dat is helemaal mooi. De naam van deze band vind ik dan wel weer een beetje frappant, maar oké. Inspiratie 24, de vraag is ze er dan? Dan is ze er. Dat is helemaal mooi. Gaan we even kijken wat onze beste nummers zijn. Onze beste nummers is 76, 64, 52. Dus alles hoger dan 50 is goed. Dat zou fantastisch zijn. Dus wat we gaan doen is... Even naar binnen lopen, hartstikke idee. Het schrijven van nummer duurt ook weer een dag. Dus we gaan eerst ook nog even de laatste dingen repareren. Write a song. Nou, goed. In principe, hoe hoger, hoe beter. We hebben opties om met 2x25 te beginnen. Dat zou wel winst zijn, maar als we deze 25 pakken bijvoorbeeld, dan is de hoogste riff absoluut bout. Dus, gaan we eerst even kijken. Hier is hoogst 24. Als we die doen, dan is de hoogste lyrics die we kunnen doen 19. En die 19 past in die 24. En met die 24 dacht ik, kunnen wij absoluut helemaal niks. Want ik wil die 20 bereik in hebben. Dus als we die er dan even uithalen, die 24, en we doen daar een 20 in. Is het hoogste wat we kunnen 3. Ja, dat is dan ook weer niet wenselijk. Dus, maar goed, 67 en 7, dat is 74, dat is toch een van onze betere nummers. De song difficulty 34 is nog prima te oefenen met onze skills. Dus in principe zou dit voor ons prima moeten werken. Nou, wat we dan nog even kunnen doen is lyrics 2020 met vierkantje en vierkantje hebben we nog niet gezeefd staan. Wij hebben vierkantje rondje 22, dat hebben we ook nog niet. We hebben hem wel andersom met 15, maar goed, dat is daar niet van. Dus 22, dus goed. Nou, dan het hoogste, dat hebben we allemaal niet. En die 20 is dus ook anders en vrij goed. We hebben hier een 14, dat vind ik ook niet heel spannend. En die 24 die gaan we gebruiken, dus als we die eruit halen, dan heb ik sowieso plek voor nog één erbij. Dus dan gaan we toch die 20 bewaren. Is wel een difficulty 22. Dat is gelijk wel een stap, zeg maar. Maar goed, doe je niks aan. Nou, 2 van onze 3 beste nummers zijn medium nummers. Dus laten we dat nu een high pace nummer doen. En in plaats van een Nederlandse songtitel in het Engels vertalen, gaan wij gewoon een Engelse filmtitel naar het Nederlands. En dat is mijn favoriet film.
prima film nou weer achter. De Groene Mel, hartstikke fijn. Nou, pure winst. Pure winst. Hebben we dan ook bijna dat onze tour gaat beginnen? Jazeker, dat gaat bijna beginnen. Dat zal dan een aparte aflevering zijn. En om deze aflevering niet binnen 5 minuten af te hebben, zullen we dan ook nog even iets anders doen. Wij gaan allereerst beginnen met een nieuwe foto. Ik weet niet precies wat voor foto we hadden. Dus gaan we voor deze. Die gaan we naar 7 zetten. Die staan een beetje solo zo. Dat is ook niet leuk. Hartstikke mooi. Ziet er fantastisch uit. Die foto's, dat vind ik allemaal niet heel spannend. Dus geniet ervan. Kopen. Ja, kopen. Lekker. Dan gaan we. Ja, ik heb hem verkocht, dus stel die vraag niet. Dat mag nog van mij best in een update gegooid worden, maar daar ga ik niet over. Wat we dan gaan doen is een cd-cover. Spijtig, fantastisch. Dat is een fantastisch fotootje erop. Dat is dus inderdaad een ander dan dat we al hadden, dus dat is mooi. Dat is een foto, dat is onze naam, die moet dan wel bovenop, dat wil ik op 1 lijn, dat wil ik dan vervolgens iets kleiner, want anders past het niet. Hartstikke mooi, dat willen we vervolgens naar beneden. Hartstikke mooi, en dat doen wij vervolgens geelgroen. Dan doen we er nog een tekst bij en dat is today is red, hartstikke fijn. Bam, dat doen we uiteraard in het rood, dat doen we ook weer op 1 lijn, dat gaat dan naar boven. En ook dat moet iets kleiner, want anders past het niet. Hartstikke idee, nou die gaan we kopen. Bam, today is red, hoppatee. Gekocht. Nou, dan gaan we dat even op een cd zetten. Dat is, ik hoop, omdat dat een hit is, dat we dan ook daar dan meer van gaan verkopen. Hoppatee, Rico. Moeten we wel even de cover doen. Bam! Release, yes. Helemaal mooi. Nou, daar gaan we een paar van kopen. Ik heb ooit wel de fout gemaakt om 500 cd's te kopen, die kloppen niet. De cd-prijs kun je op zich vrij hoog zetten. Als je het verkoopt, verkoop je het. En als je het niet verkoopt, verkoop je het niet. En die prijs volgens mij heeft absoluut geen meerwaarde. Wat wel interessant is, als je ze allebei dezelfde prijs hebt, dan kunnen we nog even een vergelijk trekken. Tussen hoe goed wij zijn in het verkopen van cd's. Blijkbaar kun je, ja, hartstikke fijn. Gaan we hier ook even kijken wat we moeten doen. Nou, een rondje rijden, dat kunnen wij wel. Maar goed, als je de prijs hetzelfde hebt, dan kun je nog een vergelijk trekken tussen verkoopt een hitsingle beter of minder goed of hetzelfde? Ik hoop beter. Het heeft uiteindelijk toch niet weinig gloeiende peren, raak nog mis op. Het heeft uiteindelijk niet weinig gekost natuurlijk om, die single op te nemen. Toch $5000. Dollar om het op te nemen, dan heb je iets meer zelfs, dan heb je nog 200 voor een cd-cover. De cd zelf in elkaar zetten kost niks volgens mij. Thank ik heb het niet meer in de video kost. De foto kost $50. Oh, thank you so much for the ride. Dus we hebben wel enigszins geld terug te verdienen. Waar moet ik nu heen? Links. Voel me nou net een vrouw met de eerste rijles, je moet linksaf, kan wel rechts, omdat we niet weten wat links en rechts is. Maar goed, ik kleur steeds vrouwen over, dus die hebben gewoon minder richtingsgevoel.
Dat is scientifically proven, dus daar kun je niks over zeggen, dat ik dat zeg. Daar zou je wel wat over kunnen zeggen, maar dat zou nep zijn. Dus, nou, dan gaan we even oefenen. En omdat we dan bijna een gig hebben waarbij we kunnen testen of die single beter verkoopt, gaan we dat ook nog even in de recording zetten. Gaan we eerst even zorgen dat alles even terug naar de 100 gaat. Bam! En gaan we even geen sidejobs doen. Bam! En dat groene mel, dat kunnen we nog niet gaan gebruiken. Dat mogen duidelijk zijn. Dus wij hebben vandaag een concert en volgens mij is dat concert buiten onze regio. Hartstikke mooi. Wij moeten naar Shreveport. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar geen idee. Geen idee van. Nou, het mooie aan locaties buiten je eigen stad. Er is een begraafplaats die je kan maaien. En een begraafplaats maaien levert altijd $350 op. En dat is gemiddeld genomen het meest wat je kan verdienen. Landscaping is sowieso minder, maar vaak een gewoon baantje 300 of 400. Maar daar gaat heel veel tijd in zitten en dit is gewoon even wachten tot deze cutscene voorbij is. Pure winst. Het is ook zo dat hoe succesvoller je wordt, dan wel hoe verder je komt, dan wel het is een bug en daar ben ik dan nog niet helemaal achter. Hoe verder je komt, hoe minder werk er te doen is. Nou ben ik in mijn privé safe, heb ik eigenlijk nooit werk in mijn hele stad, maar hoe dan ook kijk naar een startje. Daar zit ik in Twente geloof ik, dat is 3x3 blokjes, daar heb je geen reet aan. Dus het enige wat ik daar doe is gras maaien. Goed, nou. Is ook weer 6 liedjes. Dus het is wel jammer dat we dan eigenlijk nooit onze liedjes rouleren, want het is niet anders. Benen we hier content mee op zich wel. Nou, gaan we beginnen. We beginnen vrij matig. Dat is jammer, dan komt Today is Red. Hoppa, dat gaat wel lekker omhoog. Voor een 750 tenant is onze stage tenant nog niet goed genoeg, laten we eerlijk zijn. Maar op zich 58% dat doet het voor. Ze waren extremely happy, nou dat is helemaal fijn. Nou, we hebben daar één CD op gekocht. Dat is absoluut meer dan niks. 30 t-shirts vind ik ook niet onwenselijk. Met een talent scout van een recordlabel, dat is sowieso goed om te zien, want daar kunnen we misschien toch een keer een CD op kunnen nemen. Zou fantastisch zijn. Dat hoop ik te kunnen doen na onze tour. Willen we dat gelijk in stage presence houden? Dat is dan de vraag. We krijgen wel een tour, hoe beter we die tour doen, hoe beter natuurlijk voor onze potentie om een CD op te nemen. Ben ik wel fan van. Dan gaan we nog even nog een optreden geven. Ja, niks mis mee. Dat doen we ook gewoon thuis. Dat is mooi. Dan hoeven we daarna 's nachts niet te rijden. Dus dan kunnen we liedjes oefenen. Dat is winst. Meestal als we in onze eigen stad iets doen, is dat in een iets kleiner concertgebouw. Daar is onze stage presence dan wel iets toereikender voor, maar met 6 nummers is dat dan nog steeds niet bijzonder dender. Dat zouden we ons ook nog in kunnen schrijven, want een battle of the band zal er niemand hebben natuurlijk concerten te over in mei. Hoppatee, play gig. 12 nummers donderstralen. Oké. Ik heb niet eens, denk ik, 12 nummers op de 100, maar goed. Hoef ik in ieder geval niet meer te zeuren dat ik de rest van mijn nummers nooit speel.
Nou, naar Little Rock Rules gaan we nog Battle at Farpoint doen. Dat is niet ons beste nummer, maar oké. Dan gaan we voor Coolie Train, dan gaan we voor. Meestal is dan bij de mensen de energie wel op. Dus dan gaan we voor I'm Not Weird uit een limited edition. Dan gaan we voor Shite. Ja. Daar gaan we vullen 2 en paardenpaals. Is dat dan 12? 2, 4, 5. Dat is 12. Nou, deze zou in theorie naar de 100% kunnen gaan, gewoon puur op hoeveel nummers te spelen. En het feit dat we Today's Red erin hebben staan, natuurlijk. Moeten we alleen hopen dat Battle at Farpoint het niet vernachtelt. Dat is een risico, omdat het nummer niet genoeg is. Nou, ik vind dus ook, we vonden het in ieder geval niet stom. Ik ben er niet minder van. Dus naar de hond, het volgende teken. Er zitten 49 mensen. Het levert 88 dollar om op 12 nummers te spelen. Dat dacht ik nog niet. Maar goed. They went crazy with our performance. Hebben ze al een talent gekocht. Nou, wat wil je nog meer? 7 shirt verkocht. Inspiratie opgedaan. Allemaal pure winst. Ondanks de energielevels en het feit dat dit echt minder goede nummers zijn, bam, allemaal drie smileys of nog veel beter. Dat is fantastisch. Daar word ik gelukkig van. Over gelukkig worden gesproken. Kunnen we weer experience pakken in het repareren van voer. Niet dat dat lukt. Maar oké, zit niet eens er gelukkig iets beter in. Een ideaal scenario is alles wel af voordat we aan onze tour beginnen. Begin, oké. Bam, nou. Battle at Farpoint kan ook gewoon naar de 100, dus waarom we dat nog niet hadden is een goede vraag. Het is ook niet het beste nummer, dus als je niet 9 nummers of meer speelt, dan gebruik je hem eigenlijk niet. Maar goed, 98 vind ik helemaal dikke prima, gaan we even dingen repareren natuurlijk. Dat krijgen we niet af voor de tour begint. Een tour is natuurlijk gewoon 6 dagen in de week knallen. En 6 dagen in de week knallen, dat is in principe hartstikke leuk. Maar dat betekent wel dat je... Oh, de tour begint nog langer. Oké, hak van het al. Ja, doe niks aan. Maar goed, dat betekent wel dat je spullen gewoon heel moeten zijn. Anders wordt het toch licht vervelend. Ja, gewoon dooroefenen dan. Dan kunnen we die kijk, bam, iemand is jarig. Hartstikke mooi. Ik heb geen geld om een nummer op te nemen door onze triple experience. Maar dan zullen we in ieder geval een baantje gaan doen. Maar goed, de volgende aflevering gaan we die tour. De volgende aflevering gaan we die tour doen. Dat wordt dan een beetje repetitief. Maar wel super tof. En ik hoop dat er wat grote concerten in zitten. Dus ik zeg tot dan. Bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie nog niet alle video's gezien hebben, check even de afspeellijst. Er staan leuke video's in hoor. En er staat gewoon een rood balkje onder hè, als je hem gezien hebt. Mocht je iets anders willen kijken, ook tof, staat ook links. Gewoon een klikje op. Meer views, hartstikke fijn. Je kan ook subscriben natuurlijk. Dat staat op rechts. Klik op het logootje, komt het vanzelf in beeld. Het was me waar genoegen. Ik doe jullie de vriendelijke groeten en tot de volgende.